is a stone wall. There's confession. Is het afstand? Wat denk je zelf? Misschien wel, misschien wel niet. Mijn naam is Daniel Cornelissen. Ik ben 18 jaar en ik speel de rol van Simon. Nou, ik heb deze zomer in Timbuktu gespeeld. Jongerenfilm naar het boek van Carrie Slee. In een eerdere aflevering van Roes, Grand Dessert, de tweede aflevering van 26 februari. Ik kijk wel altijd met heel veel plezier en bewondering naar bijvoorbeeld acteurs als Robert De Niro of Al Pacino. Die oude Amerikaanse maffia-acteurs. Er zit heel veel lagen in zo'n personage die zij kunnen spelen. En daar heb ik altijd wel bewondering voor. Ik denk dat het meestal nog wel leuk is om een slechterik te spelen. Ja. Deze jongen staat, die ik speel, die Simon, staat op zich best wel dicht bij mij. Ik zou niet altijd hetzelfde doen als wat hij doet. Ik zou niet dezelfde keuzes maken. Maar op zich, wat hij verder in dagelijks leven doet, kan ik me wel in herkennen. Ik denk dat Simon veel naïever is dan ik zelf ben. In die vorige aflevering moesten de ouders heel erg dronken spelen. En die vertelden toen dat als je je tong op je naar beneden legt, dus dat je die niet aanspant, dan ga je een beetje zo praten. En dan praat je een beetje zonder intonatie. Als je dan ook nog je benen een beetje verkeerd zet, dat je af en toe een beetje de dingen zoekt. En je vraagt dat je scherp stellen zo een beetje met je ogen, dan moet het wel lukken. Uiteindelijk. Ja. Ik heb nog nooit over een meisje heen gekotst, bijvoorbeeld. Dat staat nog niet op mijn cv. Ja. Maar ik ga dan voor acteren, zeker. Ja. Thuis met vrienden. Bier. Dat is ook iets te snel, volgens mij. Ja, versierd worden. Dansen. Nee, je kan het combineren, maar dan ga ik voor poker.